Goedemorgen, we hebben fruit, we hebben douche. Jongens, kijk even deze curlies. Mijn wat? Ja, dat mochten we niet zeggen. Maar kijk even, dit is Gregor's structuur. Want hij gebruikt nu de baby shampoo van Mila. En die is helemaal siliconenvrij en zo. Krijg ik in één keer krullen? Dat kan toch niet? Meanwhile heeft deze hier gewoon als het nat is al krullen. Ik weet niet hoe ik hiermee moet gaan, joh. Als in, we wassen het. Gewoon met een hele lichte shampoo. Ik gebruik water als ik er haar vastmaak. Of als ik er een vlecht in maak. Zodat die krullen er zomaar niet uitspringen. Maar het begint steeds krulleriger te worden. En dat is Gregor's kant van de familie. Mijn moeder heeft ook een beetje krullen, maar bij hem is wel echt meer. Dat zie je ook. Zijn structuur is zo anders dan de mijne. Ik ga zo mijn haar doen, maar ik heb een gekke knik erin. That's it. Maar geen krullen of zo. Oh, dus ik heb haar gewoon niet eens gewassen. Heb je niet gewassen vandaag? Nee. Gewoon nat gemaakt? Ja, best wel. Het is 9:15. Ik heb me klaargemaakt en content geschoten voor een campagne. So that's nice. Nu willen we naar de mall. We gaan vandaag langs ons huis. Voorlopig de laatste keer. Twee luiers. Ja. Nog eentje? Ja, ik pak boven nog een. En dan gaan we even plakkertjes plakken. Die moet ik nog even meenemen trouwens. Ik ben blij dat ik die post-its mee heb genomen. Op de meubelen. Ik zei, weet je wat, ik plak dingen erop van wat weg kan. Dus dit kan weg, dat kan weg. Als wij er niet zijn, dan worden die dingen uit het huis weggehaald. En moet er nog iets anders mee? Nee. Dus dat is zeg maar de activiteit van de dag wat we in het huis gaan doen. Daarvoor gaan we naar een mall. We zijn gisteren naar Outlet Mall gegaan. En vandaag gaan we dus naar een gewone mall. Moeten we ook even doen natuurlijk. De geur van vandaag wordt deze. Alright, we gaan naar de auto. De mango gedroogde, gefreeze droogde mango stukjes gaan mee. Kijk dan guys, zo mooi. Wauw. Heb jij een kroko gezien? Gregor's grootste droom is om een kroko te zien. Of een alligator. Gezien. Een alligator, ja. Ja, of een turtle hoofdje, want die zie je dus blijkbaar ook de hele tijd. We waren bij Michiel thuis en daar was een turtle hoofdje in het water. Jij had het niet gezien, hè? Want hij zei, ja, daar, dat is een turtle. Wij zijn nu onderweg naar de mall. En er zijn heel veel malls. Maar deze twee springen er echt uit als ik alles lees en reviews. De Millennium Mall en de Florida Mall. En ze zitten allebei waar we nu zitten op 30 minuten afstand. Dus we gaan nu, ik heb nu Millennium Mall ingevoerd. Want ja, die komt er echt uit als de fijnste. Maar eigenlijk moeten we ook naar... Maar we hebben er geen tijd meer voor. We gaan morgen uitchecken. We hebben een vriend en die ging volgens mij juist altijd naar... De Florida. Ja. Maar... Ja... Weet je, ik denk dat we dezelfde dingen hebben. Ja, we hebben wel een soort van door dat overal een beetje dezelfde keten zitten. Dus het maakt... Ja, het is overal wel een beetje hetzelfde. Je hebt overal een Victoria's Secret. Je hebt overal een Bath & Body. Je hebt overal een Nike. Je hebt... Ja, er zijn hier en daar speciale winkels. Waar er dan maar één van is of zo. Die zit dan in een mall. Maar... Ja, ik weet niet. Ik vind gewoon de vibe in een mall ook gewoon belangrijk. Weet je, als het gewoon... Ik vind de food court ook altijd leuk. Ook gisteren, die food court super leuk. Weet je welke twee winkels ik nog steeds mis? Nou. Want gisteren zag ik wel Journeys, maar hoe heet die andere? Die we altijd leuk vinden, waar we Rip and Dip en zo gaat kopen. Oh, Zoomies. Zoomies hebben we lang niet meer gezien, ja. Nee, en ik heb geen Urban Outfitters. En dan denk je, Urban Outfitters hebben we ook in Nederland. Klopt, maar... Het is anders. Maar dat is voor alle ketendingen die in Nederland ook zijn. I'm sorry, maar ik vind het gewoon de ervaring in Amerika vind ik gewoon zo leuk. Dat, ja... Nee, ik ga het liefst hier winkelen. Maar ik denk ook dat... Als we zeg maar in Nederland gaan winkelen en zo, dan word je... De hele tijd herkend. Wat super leuk is. Maar het is een heel gek gevoel als je ergens loopt en de hele tijd mensen zeg maar naar je kijken en zo. En hier is dat dus niet. Dus ik denk dat dat ook meespeelt. Waarom we zo graag winkelen in Amerika. En ja, nobody wel... cares. Ze zijn gewoon lekker normaal hier, weet je wel. En ja, je weet toch wel, als je heel erg focust op de kleding die je ziet. En dat je denkt, oké, ik moet echt even hier goed tussendoor zoeken. Ja. En als er dan dus mensen tegen praten, wat niet erg is. Nee, wat gezellig is. Ja. Alleen dan raak je wel die focus kwijt. Oh, weet je hoe wij het mee kan vergelijken? Je gaat naar een winkel, je gaat winkelen. En elke minuut of zo kom je weer een bekende tegen. Dus hé, hoe is het? En dan maak je weer een praatje. Maar de hele, en dat is super leuk. Alleen op een gegeven moment denk je, maar ik kom om te winkelen, weet je wel, ik wil iets kopen of zo. Dus je komt er niet echt aan toe, hoe gezellig het ook is. Dat is, het, denk ik. Dat is denk ik een beste vergelijking. Want het is absoluut niet zo dat je het niet leuk vindt dat mensen naar je toe komen. Juist wel. Het is gewoon te vergelijken met vrienden die je ziet, zeg maar. Maar dat houdt zeg maar niet op. En hier kent niemand ons. Dus dat is super fijn. Dat is echt zo van...
Nobody cares. Or nobody's here. En dat is echt zo fijn. Ik denk dat dat meespeelt waarom jullie het ook zo leuk vinden. Ja. Je wordt gewoon normaal behandeld, weet je wel. Oh my god, er zit hier een Shake Shack. Hele vakantie niet tegengekomen. Daar is die. Oh my god, dit heeft Mila in mijn buik gegeten. Weet je nog dat we in Miami waren en Shake Shack, mukbang en alles? Mila, hoe heet dit? Shake Shack. Ik ga altijd voor de Shroom Burger. Die is heel lekker. Dit is de hotdog voor Mila. Dan hebben we hier de fries. En dan hebben wij allebei een Shroom Burger. En jij hebt nog die bourbon iets. Oh ja, en dit. Purple kou. Ik moet zeggen, deze frietjes blijven toch de allerlekkerste. Mm. Oh yeah. Hebben jullie ook altijd op vakantie dat je partner altijd nog harder eruit ziet dan dat je gewend bent, zeg maar? Hè? Is het toch zo? Water. Ja, is water. De mall, Cheesecake Factory ernaast. De mall. Ja, echt hè? Is dit een fontein die het niet doet? Bam, ik wil nog steeds mijn planner hier. Het is echt de dream. I mean, I love it. Urban heeft zulke leuke dingen. Oké, ik ga deze broek passen. Die zag ik bij een pop. En 3 verschillende shirts van een mooi merk. Zag er echt goed uit. En oh mijn god, ik heb een mega paskamer gehad voor de kinderen aangepast. Ik kreeg het zelf even. Ik zeg, ga maar, dan ben ik met haar. En we gaan het passen. Trouwens, look of the day. Ik heb mega shirt. Boeien. Oké, ik vind deze niks. Het zit niet goed aan mijn broek. Ik denk dat hij oké zit, maar ik check voor de zekerheid met een ander maatje. Broek, andere maat. Ja, ik weet niet, hij zit hier een beetje losig. Hij is wel heel mooi bij de grond. De kont die ik niet heb dus, zeg maar. Shirt nog. Jeetje, wat een onfronterend ding. Ik dacht dat het gewoon een hemd was. Oké, zullen we dan maar gewoon alleen de broek doen? Ik heb altijd, je weet wel, mijn hangende huid hier en zo. Dit, met witte sneakers, lang shirt, festival deze zomer. Maybe. Of zit hij te los? Nee, ik pak hem toch een maat kleiner. Ik vergelijk hem nu even met mijn lange shirt, zeg maar. Ik merk dat ik hier sowieso vocht vasthoud, want het is gewoon hartstikke warm. Ik denk dat ik veel te los zit hier maar. Soms moet je even inschatten. Weet je, net met jeans. Waarschijnlijk gaat het ook nog wat stretchen. Ja, deze zit beter. Oh my god, zal ik het kopen? Je weet wel, dat is toch zo'n ding. Oh, ik heb hier ook deze oogpijtjes. Hoe leuk. Jongens, Bath & Body Works. En daarnaast het White Barn. En die heb je dus altijd hier. Nu hebben ze echt een eigen winkel ook. Kijk, deze die we gevonden hebben bij de Gap. Welke burner werkt hier? Het design. Dit is de quote. Yeah. Van Burning Man. En die UFO? Aha. Oh, we hebben zulke leuke dingen bij Baby Gap. Waaronder dit shirtje. Oh. Oké, we zijn klaar bij deze mall. Er was minder voor Gregor. Heel veel dingen voor mij. En we hebben voor Mila leuk bij Baby Gap dingetjes gekocht. Of Kids Gap eigenlijk al, denk ik. Nou, in ieder geval. Florida Mall, waar we nu in. Ja, we gaan nu naar de Florida Mall. Dus de andere grote mall. En die heeft dus wel heel veel dingen. Ik denk dat die heel groot is vooral. Ja, en ze hebben een Build-A-Bear. Yep. Oh my god, we gaan een Build-A-Bear maken met Mila. Of althans, ze gaan hem zelf maken. Hopelijk kan dat. Moet je die afspraak hebben of zo, trouwens? Nee, toch? Ik weet niet wat werkt. Als het goed is, kan je dus een beer maken. Ik heb ook gehoord van op je verjaardag. Mag je, kost het net zoveel als je jarig bent. Alleen zij is niet jarig. Ik kan niet me, ja, maar ik kan me niet voorstellen dat ze rekening aan zeggen. Ah, over 2 weken, prima. Maar dan zijn we er niet. I know. Hier, schoolbus. Schoolbus. Oh. Orange District Schools. Oké, we zijn bij de Florida Mall. Holy crap, get on the Crayola Experience. We hebben eigenlijk geen tijd voor. Maar we gaan wel Build-A-Bear doen. Misschien een andere keer. Oké, jongens, daar gaan we. Gaan we hier een beer maken? Oké, kom. Kijk, je kiest dus een beer. Konijn of wat dan ook. En die vullen ze dan met spul en dan kan je zeg maar allemaal dingen erin doen. Kijk, dan heb je dus allemaal accessoires voor je beer. Oh, die outfit. En hier een kastje, dingetjes. Nou, dit is te cute. Scannen. Name your furry friend. Hoe noemen we hem, Mila? Hoe heet hij? Kikker. Kikker of Kikker? Of Kikker. Kikker? Of gewoon Kikker. Kikker? Oké. Kikker wordt eerst gewassen.
Het is de kikker geworden. Okay, we kiezen eerst een geurtje. Cotton candy gaat erin. In de knuffeldoek. Hartje. Oké. Dat is een hartje wat trilt. Mila, kijk. Oh, kijk. Mila, kijk. Mila, hij doet de geur eroverheen. Oh god, jongens. Dit is zo satisfying allemaal. Hartje zit erin, hè. Je hebt al een hartje, mop. Krijg je al. Hij plakt zeg maar elk stickertje op dat labeltje van wat erin gaat. Oh, Mila, je mag het zelf doen. Kom maar. Kijk. Oh. Ja. Mila, nog een keer? Nog een keer met je voet? Your arm sounds very strong. Oh. Rub it on your knees so it always knees you. Oh, dit is echt heel schattig. Rub it on your nose so it always knows you. Op je neus. Dag. I'm closing in your hands and wish. En nu de wens maken. Iets wat je heel graag wilt. Denk maar aan iets wat je heel graag wilt. Wat wil jij heel graag? Zak? Zak. Kinderbeet. Yeah! Goed zo! Ik snap wel dat mensen dit regelmatig doen. Ik zag ook volwassenen dit doen. Vond ik dat? Het is wel heel prettig om naar te kijken. Je hebt de lekkerste. Oké, dit wordt hem, de kikker met de Frozen badjas aan. Met deze unicorn band om. Cupcake in de hand. Staat happy birthday, Marla. En een borsteltje erbij. Om hem te borstelen. Ja, dit is. Dit is denk ik alleen voor de beer. Wat een ontzettend leuke winkelactiviteit. Alles. Ik vind het echt geweldig. Mila is helemaal de nopjes. Ze heeft een certificaat mee. Alles. Oké, okay guys. Leuk verhaal. Wij gaan nu naar ons huis. Dat hebben we gekocht voorlopig de laatste keer. Want we gaan natuurlijk morgen rijden. En de eerste volgende keer dat we hem weer zien. Hem er zijn. Is als we weer terugkomen. En wij kwamen zelf met. Zullen we anders post-its meenemen? En dan plakken we die op dingen die weg kunnen. Geen idee toch? Echt toch? En zij zeiden ook. Oh, dat is echt een goed idee. Laten we dat doen inderdaad. Want dan, als wij dan in Nederland zijn. Dan regelen zij van dat er een bedrijf komt die dat weg gaat. Smart. Geen post-its mee. Dus wij zijn net naar de Claire's gegaan. Hebben geen. Oh ja, dat was. Proef zei, anders doen we stickers of zo. Want post-its, ja, die kan je kopen bij Walgreens en dat soort dingen. Maar dat is hier niet. We zijn natuurlijk echt in winkels. Dus zij zegt misschien stickers. Claire's, no sorry, we don't have stickers. We komen een andere kinderwinkel binnen. En ik zeg, hi, do you have stickers? Hij zei, no, unfortunately, we do not have stickers. So are you sure? Want het zag er echt uit alsof de winkels die het zou hebben. En hij. Yeah, we did the entire inventory and there's absolutely no. En op dat moment komt Poep binnen, komt aanlopen. Ja, ik heb deze gevonden. I found these. En toen, oh my god. Zij zegt, I'm a mystery shopper. En die, die gast, are you like really smart? Maar in ieder geval, we hebben dus kinderstickers die we gaan plakken op dingen. Wat zullen we doen? Zullen we bijvoorbeeld hartjes? Ik zag een J staan, misschien niet zo'n halen. Oké, het zijn 1000+ stickers. Je weet gewoon dat dit van die krakkemikke stickers zijn die niet per se goed blijven zitten. Wacht, eens even allemaal checken. Dit zijn allemaal verschillende. Wel mooi pastel. Dan hebben we. Dit is ook allemaal. Ja. Maar ik zie daar beneden kleintjes die hetzelfde zijn. Dat is misschien handig. Zo'n regenboog. Misschien een hartje. Ja, van regenboog als we het houden ofzo. Oké, dit is alles. Ik denk dat we hier het meeste aan hebben. Sterretjes, hartjes, regenboogjes, schelpjes, diamantjes, regenbooghartjes, aliens. Oh, kijk die planeten. Oh, oh, die bliksemjes ook. Ook leuk. Waar hebben we het meeste van? Ik
steeds wel de kleine stickers. Ja, erg hè? Nee, ja, zijn er, maar er zijn allemaal verschillende. Ja, of we zeggen gewoon... Welke X'en zijn er? Welke X'en? Nou, niet veel. Maar... Ja, we kunnen ook dit soort grappige dingen gewoon... Gewoon zeggen, als er een opvallende sticker op zit... Kan die weg. Dan gaat die weg. Dus de dingen waarover we twijfelen, laten we dan maar gewoon even staan van nu? Ja. Ja, kan ook. Ja, dit hier met paars. Op zich, als je zegt, there's a purple sticker on them. Dan wat? Dan kan die weg. There's a sticker. Ja, maar dit is allemaal paars, zeg maar. Oké, okay, we zijn weer in onze wijk. Woep, woep. Hey buren. Hey buren. Hi, buren. Hey buren. Oh ja. Jap, jap, jap. Even kijken. Oh, er staat eigenlijk, als je zo kijkt, wat is dat? Dat heb ik nog niet gezien, die spiegel. Ja, je gaat hem steeds vaker zien. Dingetjes zien. Kijk, dit zijn eigenlijk gewoon... Nee, dit kan allemaal weg. We gaan stickeren wat we gaan houden, maar dit kan denk ik weg. Wat? Volledig weg, die weg. Ik heb een adres die ik in Amsterdam kan slepen. Ah, alsjeblieft. Dit, ja, kan weg. Ja, ik zou niet weten waar we het is ook gewoon niet, het is oud. Je ziet dat het echt 20 jaar oud is misschien wel. Wil je planten? Overigens raad ik wel plastic, sowieso. Plastic aan voor huurwoningen. Maar dan kopen we nieuwe denk ik. Want ja, is maar beetje... zo extreem hè. Je probeert echt iets moois te kopen. En ja. Als het komt in de kaal dan... Ja, ja precies. Het is wel echt heel net, zeg maar. Ja. Ik weet niet, het is voor $200 echt het moois. Ja, daarom. Ik heb gewoon voor $100 bij ja. Dan heb je echt wel veel. Maar ja... ja. Ja. Als die onderkant dan... Nou... Als die onderkant anders was, dan zou ik hem willen houden. Maar verder zou ik zeggen... Oh nee, die stoelen zijn ook helemaal goor. Nee. Nee. Wil jij de vaas geven of wat? Nou, die doen het goed. Dan kan je wel van teruggaan. Ja. Er is wel één ding met die banken, Poefski. Ja. Wat jij had bedacht. Van dat we misschien de banken moeten houden, want anders hebben we straks helemaal... Want de levertijd van banken is heel lang vaak. Ja, een beetje van. Ja, dan zetten we het toch in de garage. Ja, zullen we die houden, twee banken? Voor nu? Ja. Ja, ik heb die weggegooid. Ja, nee, ik vind die bovenkant... Ja. Een slow cooker, die gaan we wel even houden. Wat is dit dan? Is dat een George Foreman grill? Wat een lekker burger. Lean meat. Lean, mean, fat grilling machine. Dit is echt dit een George Foreman. Oh my god. Mila wil heel graag deze bank houden. Ken dat? Ja, dat zou kunnen, die pastel spuiten. Dat is een beetje wat we willen, een beetje... Ja, ik had het begrepen. Oh. Met, Oh, dat vind ik wel een leuke, ja. We besluiten deze te houden. Als een soort DIY project. Stoelen gaan wel weg. Oké, Gregor vindt dit de mooiste set als in... Die kunnen we misschien nog wel houden. Vind je dat nog steeds? Van deze set? Ik vind het echt afschuwelijk, maar... Nee, het is lelijk. Jullie willen hier ook het vloer, hè? Maar we ja, de, ja. Vloer, dus de hele... Beneden, die... Ja. Ja, alle vloer beneden sowieso. En boven ook? Ja. Wij zijn, laat het maar gewoon doen, toch? Ja, laat het maar gewoon doen. Schitterend. Nee. Ja, met DVD en de site, hè? Hey. Ook nog. Wow, fancy. Ja. Deze vind ik dan minder... Om zelf te DIY'en. Ik, I just... Nee. Die... Alle knuffels en zo willen we houden. Dat is wel zo leuk. We zijn nu aan het zoeken hoeveel dit ding eigenlijk waard is. Een soort NASCAR ding. Wauw, wat is dit voor old school... dinges. Woodwick. Hoe goed ziet dit eruit, oké? Deze. Hier zo chillen? Ach, oh, die kleden. Oh. Maar dit willen we serieus laten, vind ik zo grappig. Kan inderdaad wel blijven. Dit komt ook al uit 2001, denk ik, maar... Ja, zo oudje, maar inderdaad. Dit weg gewoon. Voor hier is het prima. Dit weg. Hier alles weg, als behalve de knuffels. Ja. Ja, dit allemaal weg. Weg, vloer weg. Ja, ze hebben hier geen stopcontact, maar ze hebben gewoon het stroom hier erin en dan hebben ze hier een stopcontact gat gemaakt. Ja. In de grond. Dus daar moeten we wel even iets op verzinnen. Dus even alles hier weg, behalve de televisie. Ja. Toch? Ja. Spiegel houden vind ik. Dus hij is heel groot. En ik denk dat we dit best wel leuk kunnen DIY'en. Toch? Ja. Helemaal niks. Ik kan een bed bewaren. Dus nou, ik geen nieuw bed hoef te ik wou net zeggen, misschien het bed bewaren inderdaad.
Maar ja, verder, ook, kijk, die tv is trouwens ook goed. Ja, die denk ook, ik. Maar die, zijn, die ziet ook meteen dat het al nieuw is. Ja. Kijk, wat kan is dat we weer die achterkant weghalen. Hier, hij zit zelfs los, joh. Dit is gewoon een soort omhulsel. Het is gewoon een, hij zit niet eens vast aan het bed. Dus we laten het bed staan. En de unit en weg. Weg. Ja, dat is goed. De reservoir weg. Ja. Het is zo eruit gehaald, hè? Ja, ja, alles. Dit is allemaal weg, 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 weg. Ja, ja, dit ding, jongens. We zijn zo benieuwd hoeveel die waard is. Echt. Dit willen we allemaal houden. Dit is toch top. Misschien dat we die kussens op een gegeven moment vervangen, maar ik, voor nu vind ik het echt fantastisch. Voorbij het zwembad. Superleuk. Zit gekleurd licht in. Oh mijn god, die slippers. Unique selling pointer. Maar ja, dit is top. Oké, we gaan er vandoor. Dankjewel voor alles. Bye bye. Wij zijn thuis, ik ga koken. Wat wil je? Helpen. Wil je me helpen? Het was toch te bizar. We hebben gewoon een huis. We zijn nu bezig met financiële dingetjes en zo. En dan als we in Nederland zijn, is het op een gegeven moment officieel van ons. Ik ben heel veel dan nu voor Mila eten maken. We moeten alles gaan inpakken. Morgen uitchecken. En ik moet nog een beautyclass video opnemen en editen. Dat wil ik vanavond doen. Dus ja, daar heb ik echt super zin in. Oké, guys. Mila ligt op bed. Het is... Met kikker 7:40. Vrij laat, maar op vakantie gaat het alle kanten op met tijden en zo. Ja. Nou, wij gaan nu even eten. Zelf eten, inpakken, opruimen, video inpakken, maken. Video opnemen, video editen, campagnebeelden bewerken als in met tekst. Oh. Ja, en dan misschien nog hopelijk zwemmen. Ik hoop het. Als het lukt, graag. Soms eten we fancy. Soms is dit het avondeten. Wow. Sorry, maar dit is... Extremely fancy. Mm-hmm. Ik heb me helemaal nog niet uitgebreid. Nou ja, uitgebreid. Laat zien wat ik heb gekocht. Jawel, ik heb het een beetje in de vlog laten zien. Deze twee truien had ik gisteren gekocht bij de outlet. Hey. Leuk, hè? Van North Face. En dan dat jasje van Mila ook. Victoria's Secret outlet. Oh my god, ik heb dit vest. Zeg maar... Ja, hoe zeg je dat? Zo'n truivest. Misschien ga ik daar wel in vliegen. Nog één BH, omdat het gewoon toch zo cheap. Deze broek. En nog wat cadeautjes ook voor mensen. En dan bij Urban Outfitters heb ik deze gekocht. Ik heb hier een video over gemaakt. Beauty Gloss, maar dan de manier met een badding. En dit is dan zeg maar echt met zo'n ding. Toch nog een keer proberen. En dan heb ik hier elastiekjes voor Mila. En deze broek die ik vandaag gepast had ook. En deze haarklipjes. Vond ik er super cute uitzien. En een lipbalsem. Dat is mijn nieuwe verslaving, denk ik. Deze tas is best handig voor zo meteen reizen. Oké, dit kan weg, dit kan weg. Dan hebben we baby cap, wat dingetjes voor Mila. Och, het is zo cute allemaal. Dit is eigenlijk te groot. Eigenlijk voor een 4-jarige, maar ze kan erin groeien. En dan dat burning shirt, die is toch te leuk. Leave no trace. Hallo Burning Man. Dit pakje, broekje en een trui. Zo cute. En dan 3 pyjama's. Deze, ook een beetje te groot dan, maar Moana, of course. En Baby Yoda. Echt even kijken wat er... Oh my god, dit licht is echt vreselijk. Bord hier. Ik wil voor Beauty Gloss gaan filmen, maar het is een beetje lastig. De locatie, dat soort dingen. Het is zoiets. Dat voor geluid is echt horror wat je daar hoort. Dat is... Ik denk dat mensen daar niet zo blij mee zijn. Hoe hou je tegen? Ja, nee, dat is niet te doen. Ik ga ergens anders zitten. Ah, dit is toch niet echt, hoor. Nee, ja, ik zit met dat licht. Doei. Ja, is goed. Daar, laat je bij. Oh, deze hoek is ook echt niks. Ik denk hier. Ik heb even een deken over dit afschuwelijke beddengoed gegooid. Zo. Ik denk dat dat nog wel uit kan maken. Yes.
Ik heb net voor Beauty Loss gefilmd. Maskervideootje. Ik heb eigenlijk alleen een voetmasker nog. Ach, dat oogmasker was echt drama. Oké, ik ga dit nu editen. Het laatste dingetje inpakken. En dan gaan wij straks slapen. Nou, Mie, die nu ontdekt dat ze exact hetzelfde shirt had als de video van vorige week. Oké, we zijn goed bezig met inpakken. Oké, guys. Het is 1 uur. Klaar, video, alles. Laatste inpakdingen doen we morgen. Ik ga de vlog afsluiten. Welterusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Bye.